Etappe 5, tevens de laatste rit, gaat van Gerwen naar Bokstel. 173 kilometer lang. Ja, normaal gesproken is dit natuurlijk een massasprint. De ploeg van de leider in het klassement die gaan controleren. Die laten waarschijnlijk in het begin van de rit een groep lopen. Kijken dan wie er mee zit of ze gevaarlijk zijn voor het klassement. Zijn ze niet gevaarlijk, dan krijgen ze de ruimte. En dan is het eigenlijk aan de sprintersploeg om het gat dicht te rijden. En zo ervoor te zorgen dat het een massasprint gaat worden. Ik verwacht dat wel. Meestal is het de laatste rit een massasprint. Zeker omdat er eigenlijk maar twee kansen, echt zekere kansen zijn voor een massasprint in deze ronde. Dus de sprinters die hier komen, die naar de Tour gaan, die willen ook nog zeker van die gelegenheid gebruik maken. En ook om de trein te testen en om de ploeg te testen, om te kijken of ze goed de sprint kunnen gaan voorbereiden. Dus ik ben benieuwd. Hoop op sprintersbal.